Soms moet je grote of hele grote getallen opschrijven. Je hoofd duizelt van alle cijfers en je vraagt je af, kan dat nou niet makkelijker? Goed nieuws, ja dat kan. Voordat we de methode gaan bekijken, eerst even een lijstje met de machten van 10. Daar zie je dat 100 hetzelfde is als 10 in het kwadraat. 10.000 is gelijk aan 10 tot de macht 4 en 1.000.000 is 10 tot de macht 6. Het mooie aan dit rijtje is dat je ziet dat het getal wat de macht is bij 10 gelijk is aan het aantal nullen van het grote getal. Met het rijtje in je achterhoofd kunnen we een aantal voorbeelden noemen. 3670 zou je kunnen schrijven als 3/67 keer 1000. En 1000 kunnen we weer schrijven als 10 tot de macht 3. Een flink groter getal, 420 miljoen, kan je schrijven als 4/2 keer 100 miljoen. En 100 miljoen is weer te schrijven als 10 tot de macht 8. Deze manier van getallen opschrijven noem je de standaardvorm. Deze wordt veel gebruikt in het schrijven over onderwerpen in de wetenschap en wordt daarom ook wel eens de wetenschappelijke notatie genoemd. In deze notatie staat er altijd één cijfer voor de komma, de rest achter de komma en dat dan keer een macht van 10. Het fijne is dat je met deze manier grote getallen gemakkelijk met elkaar kan vergelijken. De massa van de aarde en de massa van Jupiter uitgeschreven, dat is toch niet zo makkelijk om te zien. Maar zet ik beide getallen in de standaardvorm, dan zie je snel dat Jupiter bijna 1000 keer zoveel massa heeft, omdat de macht van 10 veel groter is. Het kan zijn dat je dit nog een beetje lastig vindt. Dan is er een handig trucje toe te passen. Het aantal cijfers dat je de komma naar links opschuift om een getal voor de komma te hebben, is het getal wat je als macht opschrijft. Neem 3,5 miljard en daar de komma van achter naar tussen de 3 en de 5 over plaatsen, dan moet je 9 stapjes opschuiven. De standaardvorm wordt dan dus 3/15 keer 10 tot de macht 9. Als je dit voor hele grote getallen kan doen, dan kan je dit natuurlijk ook voor hele kleine getallen doen. Neem het volgende getal. Als ik dit in de standaardvorm zou willen schrijven, dan moet je de komma tussen de 7 en de 9 schrijven. Hiervoor moet ik de komma 11 plaatsen naar rechts opschuiven. Dit kan ik opschrijven als 7/19 keer 10 tot de macht min 11. Wil je dus een heel klein getal opschrijven in de standaardvorm, dan maak je gebruik van een negatieve exponent bij de macht. Ook hele grote en hele kleine getallen hebben geen geheimen meer voor jou. En zelfs wetenschappelijke artikelen kan je nu weer een beetje makkelijker lezen. Weer bedankt voor het kijken en wil je meer wiskunde met ons doen? Dan zien we je graag de volgende keer weer terug.